Ladies en gentlemens, welkom bij een nieuwe aflevering van Even Lekker in Bed. En bij deze aflevering lig ik niet in bed, dus de hele aflevering klopt dan weer niet. Gaan we lekker zo. Oké, people, let's go to work. Ik word zo vrolijk van zulke muziek. Dit is Draw to Life met SpongeBob SquarePants. Nou, we gaan het hoofdspel doen. En ik ga het even wisselen, want ik heb stiekem al... Ja, ik heb stiekem al iets gedaan. Echt, het spijt me. Ik wil gewoon weten wat voor een game het was. Want voordat ik een game opneem, wil ik wel weten of het een beetje een goede game is. Dus vandaar, komt u hem goed horen. De microfoon staat best ver weg. Zo. Ben je bezig met verwijderen? Het duurt 3 kwartier. Dat maakt helemaal niet uit. Ik praat gewoon lekker vol. Zo, wat hebben jullie gedaan vandaag? Ja, oké. Leuk. Heb ik ook gedaan vandaag. Lijkt net Dora, weet je wel. De vraag is van, ja, wat heb jij vandaag gedaan? Ja, ik heb heel dag op de wc gezeten, want ik had buikpijn en diarree en koorts. En ze van, ja, dat heb ik ook gedaan. Of dan zijn ze van, ja, dat was ook leuk. Weet je wat, dat was niet leuk. Je hebt gewoon geen medelijden met me. Handtekening. Elke kunstenaar tekent zijn werk. Zet je naam op de onderste scherm. Tik op vraagteken en ander pictogram om uit te vinden wat ze doen. Nou, ik weet ongeveer wat het is, maar we moeten een handtekening plaatsen. Dus ik groep gewoon lekker Vinci. Dat is mijn naam. Vinci. Met een hele rare E. En dan doen we een blauwe krabbel. Zo. Kijk hoe je creatie eruit ziet op het bovenste gedeelte. Ben je zeker klaar met tekenen? Ik ben zeker klaar, jongens. We gaan dit niet verpesten. Ik ga zeker mooie tekeningen maken. Ik ga het jullie beloven dat ik iets ga doen. Op de open zee tekent een eenzame kunstenaar zijn nieuwste meesterwerk. Victory, deze potloodpunt is helemaal afgesleten. De kunstenaar pakt een nieuw potlood uit zijn doosje. Maar dan, oeps, mijn potloden. Wat gebeurt er nou als je in een kleine boot gaat staan? Het lijkt alsof de kunstenaar beide potloden in de zee heeft laten vallen. Oh, nee! Ik heb 10 haren op mijn navel. Patrick, ik skip dit filmpje door jou, want ik hoef dat dus niet te weten. Teken je held. Druk op LB. Nou, we gaan het lekker met de muis doen. Dus wat ik ga doen is, ik ga een held maken. En dat wordt hartstikke leuk. Want... Wat is dit? Oké, ik weet niet... Wat is dit? Wat is dit? Jongens, wat is dit? Ja? Wat is dit? Oké, en zo, hij heeft een tepels. Nee, dat mag niet. Het moet echt iets worden. Ik ga hem een kleur geven. En dan denk ik... Waarom maken we hem niet blauw? Lichtblauw. En dan geven we een roze pakje. En dan tekenen we erop op zijn pakje. Tekenen we gewoon lekker in Disney-stijl DC. DC. Nou, natuurlijk moet hij ook oogjes krijgen. Dus we gaan een soort van kleine oogjes maken. Eén groot oog en één klein oog. Dat maakt het cute. Zo. En dan een glimlach. Of doen we alleen een neusje? Ik vind alleen een neusje is leuk. En een mondje. Oké, vooruit dat jullie het zijn, een mondje. Oh, die is wel echt heel lelijk. We kunnen ook geen Ctrl-Z doen. Wat ik eigenlijk wel stiekem wil. Zo. Jongens, wat ben ik aan het kliederen? Oké, dit is een beetje schaduwdetails, zo. Ik ga hem een bandana geven, ik ben te zat. Ik geef gewoon een zwarte bandana, huppakee. Oké, dit is mijn mannetje. Ben je zeker klaar met tekenen? Ja, ik weet het zeker. Mooi werk, nou, dankjewel. Ik had hem ook nog lelijk kunnen maken. Ik had hem ook een soort Adolf Hitler kunnen maken, maar dat doen we maar niet. Oké, we hebben ons maatje getekend. Krabbelbob heeft SpongeBob gevangen. Je moet hem redden. Oké, nou, ik speel dus met mijn poppetje. Ben je springen? En heel apart dat je nu met een poppetje loopt die ik heb getekend. Dat is echt heel grappig. Wow! Damn, agressief. Moet je kijken. Bam! Oké, je moet dus muntjes pakken uit doosjes. Dat begrijp ik. Leuk. Wat is, moet ik op die button... Oké, ik ga gewoon op die knop drukken. Let op. Hoe deed ik dat? Zo. Oh my god, serieus. Waar gaat die rots heen in vredesnaam? Niemand weet het. Kwallen! Wat moet ik doen? Moet ik iets doen met dat ding? Wacht, A.
Kwallen, laat ze niet steken. Spring bovenop hun. Oh, dat moet makkelijk worden. Let op. Huppakee, 3 combo. Jongen, hij krijgt die munten. Ik word nog eens een rijke tata. Wat is dit? Krabbelbob betekent krabbeldrap. Gebruik je stijlers om het zwarte spul te verwijderen. Oké, jongens, hier gaan we... Doen jullie mee? Oh my god. Dit is fantastisch. Zo, even al het krabbeldrap verwijderen. Yeah, jongens, we hebben het gedaan. Oh shit. Nu gaat die rots naar beneden. Prima gedaan. Mooi zo. Dus je bent gewoon verplicht om die dingen te doen. Auw! Ik had weer een 3 combo, hè jongens. Ongelooflijk. Ik ben gewoon te goed in het spel. Dat is gewoon niet leuk. Als je te goed bent in de game, wat moet ik hier nou weer doen? Als je geen kartjes meer hebt, ga je terug naar het laatste magische potloodpunt dat je hebt gehaald. Noem het toch een checkpoint. Teken een magisch potlood. Je komt hier vaak terug. We moeten dus een checkpoint maken. Nu denk ik gelijk aan Crash Bandicoot. Dus wat doe ik? Ik maak een oranje met een geel vraagteken. Zo, lekker makkelijk. Ik vind dat prachtig. Waarom een vraagteken? Weet ik niet. Maar dat waren de checkpoints in Crash Bandicoot. En ik ben een Crash Bandicoot fan. Dus ik vind het gewoon dat het gewoon zo moet blijven. Kijk. Checkpoint! Yeah! Oh, we gaan weer kratsen. Wat is dat voor een beest? What the fuck is dat voor een beest? Gaat hij me serieus aanvallen? Wat moet ik doen met hem? Zo. Schiet op. Terwijl hij sterren ziet, kun je hem uitvegen met de stylus. Echt? Wat? Cool. Teken dit beestje opnieuw en maak hem je nieuwe vriendje. Oké, nu gaan we wat heel grappigs doen. Let op. Ik maak hem zwart. En ik teken er gewoon echt... Hij wordt echt zo vrolijk deze. Dat hij gewoon een big smile heeft zo. En dan gewoon... Nee, die neus niet. Die neus mag gewoon niet. Hou er gewoon zonder neus, dan is hij cuter. En dan geef hem ook van die groene wenkbrauw. Wacht even. What the fuck, mensen echt. Ik vind het wel allemaal tekenen, ik weet het niet. Het ziet er wel cool uit. Ik vind deze wel cool. Dit is goed getekend. Gewoon detailvol. Kijk nou. Wat een leuk beestje, hoor. Oh, we moeten nog meer kratsen. Wacht even. Oh, gaat hij me weer aanvallen, dat beest? Wacht even. Oh, je hebt alle derp verwijderd. Oké, tof. Oh, SpongeBob! Yeah! Bedankt, Krabbelbroek. Ik heb een sleutel gekregen van SpongeBob. Thanks! Oh, die... Serieus? Die gaat achter me aan, die sleutel. Oké, dat heb ik nog nooit gezien. Sleutel, ga weg! Wat is dat? Wat is dat? SpongeBob is nu je partner. Druk op X-knop om te activeren. Teken vervolgens om vierkant om je heen met de stylus om SpongeBob je te laten beschermen. Oké, let op. Ik ga tekenen zo. Oh, what the fuck? Wat? Hij valt me nog aan! Dat beest valt me gewoon nog aan! Beschermen dan, Spons! Nee, dat gaat niet zo! Ik spring op hem. Yeah! Niks ervan, jongens. Huppakee. Je denkt dat je met de baas bent? Mooi niet. Ik spring gewoon op je hartjes. Wat? Waarschijnlijk moeten we die kist gaan tekenen. Ja hoor, hè? Je hebt gewonnen. Teken een erepodium. Nou, een erepodium is meestal geel. En dan doen we dan heel droog een getal op nummer... plaats nummer 5, ja? Gewoon... Oh, wat is dit? Zo, plaats nummer 5. Dat is over... We komen gewoon niet hoger, hè? Dat is gewoon droog. Plaats nummer 5 zitten we nu op. Dit is echt cool, jongens. Ik vermaak me echt heel erg. Kom, jongens, we gaan op het erepodium. Yeah! Woehoe! What the fuck? Oef, dat ging maar net goed. Het is fijn weer terug te zijn in bikinibroek. Allemaal dankzij jou, Krabbelbroek. Dat kun je wel zeggen, SpongeBob. Zeg, wat doet die troep hier allemaal? Ja, wat is dat allemaal? Laten we eens wat dichterbij gaan kijken. Hoi, hoi. Ik ben net op iets smerigs getrapt. Er hangen zuignappen aan. Ik word er niet goed van. Pas op daar. Je staat op mijn voet. Hey Octo, waarom ben je daar een dutje aan het doen? Domkop, kijk eens om je heen. Zie je niet iets vreemds? Zoals die vernietiging van Bikinibroek?
Oh nee! De stad is vernieuwd. Iedereen is afgevoerd door de leger van krabbelgrabbers. En ze hebben mijn favoriete klarinet meegenomen. Precies, midden in mijn repetitie. Jullie zijn ervoor aansprakelijk. Jullie repareren mijn huis maar weer zoals het was. Nou ja, ik denk dat één van jullie wel mee mag met Krabbelbroek. De rest blijft. Ik wil dat mijn huis zo snel mogelijk is gerepareerd. Ik heb mijn schoonheidsslaapje nodig. Je kunt op ons rekenen, Octo. Zeg Krabbelbroek, wie van ons neem je mee op avontuur? Oeh, we krijgen weer een keus, weet je wel. Kies een helper, SpongeBob of Octo of Patrick. SpongeBob heeft als vaardigheid een sponsschild, maar die werkt al niet. Octo heeft, druk op X-knop, tik een cirkel rond de vijanden om ze te verdoven. En Patrick heeft Nia-zeester, sowieso Patrick. Een Nia-zeester kan je niet tegenop. Teken je eigen krabbelhuis in bikinibroek. Serieus? Moet ik me... Oké, tof. Mijn huis is sowieso van baksteen. Dus ik wil hem een beetje deze kleur geven. Die deur wordt sowieso een beetje bruin. Kunnen we dat kiezen nog hier? Die? Nee, niet die kleur. Die. En dan gebruiken we voor details gebruiken van die randjes zo. Zoiets, hè? Van die bakstenen zijn dat dan, jongens? Dit zijn bakstenen, hè? Voor het geval je denkt van Vincent, wat ben je aan het tekenen? Kijk, dit is een bakstenen muur, zeg maar. Dit is een vierkant huis. En dan teken ik een soort van raampje erin. En dat raampje is dan... een beetje groter zo. Dus een raampje. Een wit raampje. En dan hier teken ik ook nog een raampje. Zo. Ik ben goed bezig. En in dat raampje hebben we een gordijntje. En hier hebben we ook een gordijntje. Jongens, dit is echt de detailvolste tekening die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Een beetje geel zo. En wat nou als wij het gekker maken? Dit is trouwens wel echt een mooi huis, vind ik. My house in the middle of the fucking penis. En dan doen we hier een bloemstukje. En dat bloemstukje is blauw. Dat zijn blauwe tulpjes met groen. Zo. En hier staat ook een paar bloempjes zo. En één bloempje, die kan je net niet zien omdat een gordijn ervoor hangt. Dan wil ik nog een hele mooie deurkruk. Of een knop. Oh shit. En natuurlijk, niet vergeten, een brievenbus. En dan, ja. En dan wil ik hiervoor nog een brievenbus erop. Een bruine. Maar die ga je haast niet zien. Dus het wordt een paarse brievenbus. Zo. En dan moet er op die brievenbus moet er sowieso een knop. Dat het lijkt alsof het een laadje is, weet je wel. Doe gewoon een klein knopje zo. Plop. Jongens, dit is mijn huis. Gewoon echt prachtig huis dit. Beter tekenen met Vincent kunnen noemen deze serie. Kijk wat een mooi huis, jongens. Maar kijk die detail. Kijk daar bovenin ook. Gewoon doorzichtig. Het is serieus doorzichtig. Oké. Deze plek kan wel een bed gebruiken. Teken er eentje. Nou, we gaan weer tekenen. Een bed. Ik denk dat we gewoon niet te moeilijk moeten doen. En gewoon moeten denken aan een houten bed. En dan misschien moeten we dan die houten... Dit moeten we lichter maken, zo. Of een geel dekbed. Nee, dat is zo. Het is zo te veel. En op dat dekbed tekenen we... Het is het krulletjes dekbed. En hoe kan je dat zien? Door de krulletjes. Het is een hartstikke mooi krulletjesbed. Ga niet lopen zeuren om een krulletjesdekbed. Het is hartstikke mooi. Als ik het kon kopen, dan had ik het meteen gekocht. Goed zo. Sleep het bed nu naar een goede plek en laat het los. Wat moet ik doen? Moet ik serieus het bed slepen? Hoe weet je dat ik een bed sleep? Oh, hier. Oké, dat is waarschijnlijk mijn huis. En, damn. Kijk hoe groot dat bed is. Damn. Oké, ik vat het allemaal niet meer. Het is een beetje mind... je weet wel wat ik bedoel. Hè? Je weet wat ik wil zeggen. Het is een beetje raar dit. Je moet gaan slapen en dan komt het allemaal weer goed. Vergeet niet om vette nieuwe dingen te kopen bij de Krokante Krab. Met nadruk op vette nieuwe dingen. Want ik weet dat krabburgers echt heel vet zijn. Althans, vaak wel. Ik ga naar buiten. Druk op de A-knop, helemaal niet. Grappig. Bikinibroek. Hé, daar hebben we Octo. Hallo Octo. SpongeBob, daar wil ik ook niet heen. Hier heb je de Krokante Krab, die is dicht. Ik weet ook niet waarom. Hé, die mevrouw. Help iedereen terug te brengen naar Bikinibroek. Nou, om te beginnen doen we jou maar terugbrengen.
Oh, het is echt allemaal kapot, hè. Moet je kijken, hoor. Heel Bikinibroek is gewoon gesloopt. Help iedereen terug te brengen naar Bikinibroek. Dat weet ik! Dat is maar één missie wat ik heb. Die bandana is echt heel vet gedaan, trouwens. Hallo, Krabbelbroek. Heb jij niks beters te zeggen? Oeh, ja. Oeh, kijk maar sexy wezen, joh. Kijk maar sexy wezen. Deze lantaarnpaal is prachtig. Dag, mevrouw. Verslaan een heleboel vijanden achter elkaar voor bonusmunten. Bedankt, mevrouw, voor deze tip. Maar je kan zelf ook maar via je handen laten wapperen. Wat zijn voorwerpen? Nou, ik weet ook niet. Grappig. Wat is er grappig? Bikinibroek. Oké, als ze dat grappig vinden, we gaan naar het volgende level. Vrij spelen, 0%. Oh, we gaan ook naar de kermis in de achtbaan, wat grappig. Ik ben benieuwd, dit is een nieuw level. Yeah! Muntjes! Woehoe! Oh, en er was een kwal, en kwallen zijn altijd gevaarlijk, dat weten jullie, hè? Oh, shit. Munten. Ik doe gewoon dikke tijd. Oh, checkpoint! De mooie Crash Bandicoot checkpoint. Ik vergeet die gewoon nooit meer. Oh shit. Krabbelen. We moeten hier sowieso krabbelen. Want als krabbel dadelijk komt, of die gemene rare beesten, dan weet ik het ook niet wat er gaat gebeuren. Wat doet Patrick daar? Wat doet Patrick? Zal ik hem activeren? Ik weet niet wat hij gaat doen, hoor. Ja, wat doet Patrick nou? Oh, ik moet tekenen iets. Zoiets? Juist, oh, oké, okay. Je moet een spoor vegen van... Wat deed ik? Oh, ik zit in een huis. Oh, dat was denk ik een soort geheim bonusding of zo. Want er zitten namelijk ontiegelijk veel munten en een hartje. Yeah! Jongens, ik denk dat ik deze video ga afsluiten. En dan hebben we weer een hele leuke aflevering van Even Lekker in Bed. Ook al zat ik niet in bed. En dan willen jullie volgende keer weer kijken hoe het verder gaat. Dan ga ik gewoon verder met deze game. Doei!